We gaan even terug in de tijd. Toen we nog 18 waren. Voor sommigen misschien al wel langer geleden. Wat deed jij toen? Sommigen gingen verder studeren. Jij ging misschien op reis of wereldreis. Of jij ging pintjes pakken. Wel, dit was ik. 4 weken na mijn laatste examen had ik dit uniform aan. Ik woonde toen in Israël. In Israël is het ook verplicht legerdienst voor iedereen, mannen en vrouwen. En we zijn toen 1990. Voor degenen die de geschiedenis een beetje kennen, een paar maanden later zou de Golfoorlog starten. En in Israël was het toen duidelijk, als er een oorlog komt, is er kans op een nucleaire oorlog. Dus na een maand in het leger, ik zat in een officiersopleiding, moesten wij de bevolking gasmaskers uitdelen. Voor het geval dat. We werden gedrild. De nachten waren sowieso al heel kort. Dat heb ik ook meegenomen naar de rest van mijn leven. En na een paar maanden, de oorlog was dus begonnen. En we werden ook regelmatig 's nachts wakker, geschud door luchtalarmen. Dat betekende dat we 20 seconden hadden om te schuilen in afgeplakte kamers voor het geval dat het een chemische aanval was. Tijdens die oorlog was ik 3 maanden niet thuis geweest. Toen ik eindelijk naar huis mocht, kwam ik aan op het Centraal Station in Tel Aviv, waar ik woonde. Normaal een ontzettend bruisende stad, maar het was een spookstad. En toen ik thuis kwam, was het nog eens bevestigd. Het huis was leeg, ik voelde al een heel raar gevoel. En het was afgeplakt. En er stond een groot wit papier op de spiegel. Sigal, als je dit leest, wij zijn in het zuiden, we zijn gevlucht. Ik vond het ook al een beetje muf ruiken. Er was al denk ik een paar maanden niemand binnen geweest. En er stond een telefoonnummer op met het handschrift van mijn moeder. Het enige waar ik aan kon denken was, het is Shabbat, vrijdagavond. Ik moet die laatste bus halen om naar het zuiden te geraken. Dus ik pak mijn spullen bijeen en ik kom op het station. En het Centraal Station was redelijk leeg en ineens luchtalarm. En ik stond op open plein. En ik vroeg me af, wat ga ik hier nu doen? Ik heb hier geen bescherming. Dus ik pakte mijn gasmasker, zette die op en ik rende naar het dichtstbijzijnde telefooncel. En terwijl de bommen vielen, slaagde ik erin mijn moeder te bereiken. En ik nam in paniek afscheid, want ik dacht, nu is het gedaan. Maar ik sta hier vandaag, dus dat betekent dat ik die laatste bus alsnog heb gehaald. Die avond was ik herenigd met mijn familie. Heel raar hoe je tot de orde van de dag kan komen, want we zijn 's avonds in het hotel gaan eten en uiteraard, er komen heel wat emoties bij. 2 dagen later spreek ik af met mijn vrienden, die toen ook thuis waren. En we hadden besloten, we gaan op stap. En in plaats van een handtasje hadden wij een rugzak met gasmasker in. En wij gingen onze zorgen en angsten wegdansen. En achteraf gezien is voor mij het feit dat die maskers op onze rug in een rugzakje zaten, dat staat voor mij symbool voor het feit dat we altijd iets extra op onze rug kunnen dragen. En het dansen die avond tijdens de oorlog is voor mij weer een metafoor voor hoe ik altijd in het leven heb gestaan. Hi, dus. Zoals Sylvie net heeft gezegd, ik heb me inderdaad elke keer moeten aanpassen aan verschillende settings, landen, omstandigheden, talen en culturen. En ik kreeg daardoor altijd meer adrenaline, want ik moest elke keer meer en meer. Ik moest dat van mezelf. Ik was grenzeloos en gretig. En wat mij heeft geholpen, was mijn positiviteit. Zelfovertuiging was iets dat ik me al van jongs af aan had aangeleerd. En ik had zoiets van, ik moet erdoor en ik geraak er ook wel door. Ik moet er wel keihard voor vechten. En ook als coach de laatste jaren en als oprichter van een community for singles, waar ik eigenlijk naar voren kom als iemand die een krachtige en positieve mindset wil bevorderen en daar ook workshops rond geef, krijg ik telkens de bevestiging van Sigal, je bent inderdaad aanstekelijk met je positiviteit en energie. Dus wat gebeurt er? Gaat nog haaier door het leven. Tot op een gegeven moment. Want in principe was tot 2 maanden geleden dit het onderwerp van mijn speech, een krachtige en positieve mindset. Maar een bepaalde gebeurtenis heeft roet in het eten gegooid. En 2 maanden geleden, in een periode dat het allemaal redelijk veel was, stond ik op maandagochtend op en ik dacht, ik moet gaan sporten.
Ik moet even ontspannen. Ik was moe en om die rat race aan te kunnen, moet ik even naar het park. Dus ik liep naar het park. Ik begon te lopen. En na 10 minuten, nog geen 10 minuten, ging voor mij het licht uit. Ik zag sterretjes. Shutdown. Op dat moment besefte ik, Sigal, dit is een signaal van je lichaam. Je lichaam die sterker is dan je mind en die nu zegt van, misschien eens op die rem gaan staan. Sindsdien heb ik gemerkt, dit was voor mij een overdosis. Een overdosis van high zijn. En ik dacht ook altijd dat ik er wel bovenop zou komen. Sindsdien zit ik dus in een afkickfase, in een afkickperiode die misschien nog heel mijn leven gaat duren. Want dat patroon zit in mij om altijd high door het leven te gaan. Maar die afkickfase heeft mij de laatste 2 maanden ook heel wat ogen geopend. En ik ben extra gaan stilstaan bij mijn patronen. Wij worden namelijk allemaal geleid door patronen. En die patronen komen voort uit onze opvoeding, uit verschillende omgevingen, uit de verschillende omstandigheden waar we in zitten. En die patronen, het goede nieuws is, die hebben bepaalde talenten. Die halen bepaalde talenten naar boven. Maar wij zien vaak die valkuilen niet. En ik was altijd high door dat patroon dat ik had. En ik dacht van, oh yes, ik heb het gehaald. En ik kreeg daar een kick van en er kon weer nog iets bij. En elke keer kon er wel iets bij. Ik ben dus extra gaan stilstaan bij die patronen. En ik besefte dat ik even terug moet gaan in de tijd. Maar nu gaan we nog even een paar generaties terug. Dit is mijn oma. Mijn oma was 25 toen ze uit Auschwitz werd bevrijd. Nadat ze al 3 kampen had overleefd. Ze woog nog geen 30 kilo. En ze had heel haar familie verloren. Al haar 7 broers en zussen. En zelfs haar zoontje van 3 en haar man. Mijn oma is helaas gestorven toen ik net zelf zwanger was van mijn tweeling. En ze was mijn grootste voorbeeld. En ik heb nooit kunnen begrijpen hoe zij, ondanks het feit dat zij al die menselijkheid en gruwel heeft meegemaakt die wij ons niet kunnen voorstellen, toch erin is geslaagd om naar een ander land te emigreren, een nieuw gezin op te bouwen, helemaal opnieuw te beginnen en haar mind zodanig te zetten op nieuw leven. Dankzij haar sta ik hier vandaag. Zij is zelfs zo ver gegaan dat zij ook patronen heeft doorgegeven. Want mijn moeder, wij woonden vroeger in Nederland, ik ben geboren in Nederland. Mijn moeder heeft ook in een ander land dan waar ze vandaan kwam, van Israël, heeft zij ons als alleenstaande moeder opgevoed. Zij is nu 70. Ik denk dat zij nu meekijkt op Facebook Live. Shalom. En mijn moeder is nog altijd iemand die ook high door het leven gaat. Ze werkt nog. Ze reist de wereld rond. En mijn moeder heeft dat patroon ook weer aan mij en mijn zus doorgegeven. Want mijn zus, die nu ook in Israël meekijkt, is zoals ik ook een alleenstaande mama, carrièrevrouw en gaat ook high door het leven. Dus vandaag heb ik een boodschap ook voor hen. En ik hoop dat ze meeluisteren. Er is duidelijk een rode draad. Als we kijken naar die patronen in onze verschillende generaties, is de rode draad dat wij allemaal vrouwen zijn die zich hebben kunnen settelen in een nieuw land, met nieuwe talen, nieuwe culturen, nieuwe sociale omgevingen. En het is ons ook steeds gelukt. De meeste van ons waren ook alleenstaand. Wij namen alle rollen op ons. Ik ben zowel papa als mama, als entertainer, als noem maar op, chauffeur. En wij delen allemaal de overtuiging dat wij sterk moeten zijn. Dat is echt iets dat in onze DNA stond. Sterk zijn. Ik heb kinderen. En mijn tweeling, ik merk dat ik hen ook dat patroon van sterk zijn meegeef. Ze hebben van mij al meegekregen, ik kan niet, bestaat niet. En onlangs hebben ze mij erop betrapt dat ik over iets zei, ik kan dat niet. En toen zeiden ze, Ima, dat bestaat toch niet, ik kan dat niet? Dat is toch alleen maar als je het 999 keer hebt geprobeerd? En eigenlijk klopt dat. Maar wat heb ik dus gemist in heel mijn patroon? Dat is die mildheid voor mezelf. Ik sta mezelf vandaag toe om dat patroon te doorbreken.
Hoezeer ik ook opkijk naar mijn oma en naar mijn moeder, vind ik dat ik dat patroon mag doorbreken. Zodat mijn kinderen later met meer mildheid wel door het leven kunnen. En dat het allemaal niet zo perfect moet zijn. En dat ook deze speech vandaag, als het niet zo perfect is en niet met de juiste gebaren of wat dan ook, dan is het ook oké. Het mag gewoon Sigal zijn met de mindere kantjes misschien die erin zitten. Wat heb ik geleerd? Ten eerste dat we ons patroon moeten doorbreken. Maar dat is wel makkelijk gezegd. Ik ben er nu wel van bewust. Maar ik heb eerst een overdosis moeten meemaken om te beseffen dat ik moet afkicken. En bij afkicken alleen lukt het ook niet. We hebben een actieplan nodig. Mijn actieplan is dat ik meer moet zakken naar mijn hart. Patronen komen namelijk vanuit ons verstand, vanuit onze overtuigingen en van onze gedachten. En onze patronen, die zitten hier, boven. En als wij denken dat we met onze mind invloed hebben op alles, dan is het tijd om van die troon hier af te stappen naar beneden en naar ons hart te komen. En dat is iets wat ik echt moet leren om met mijn hart na te denken over wat ik echt wil, om die authentieke Sigal te zijn, die niet altijd perfect voor alles moet gaan. Dat het oké is om het een keer wat minder te doen. Ik heb mij onlangs getrakteerd op een membership, op een sportclub. En dat klinkt misschien voor jullie allemaal heel banaal, maar voor mij is dit een van mijn grootste cadeaus de laatste tijd. Want tot nu toe konden mijn kinderen sporten, want ik was chauffeur en ik bracht ze naar de hobby's en naar hier en naar daar. Maar wat deed ik? Achter de feiten aanlopen en geleefd worden. Ook al heb ik hier fantastische vrienden die hier ook vandaag zitten. En ik heb mijn porties ontspanning. Ik heb nog altijd heel korte nachten. De laatste weken ben ik naar de yoga gegaan en naar de sauna. Dat zijn ook de plaatsen waar ik deze speech heb voorbereid. In de sauna. Toen kon ik even rustig alles voor mezelf laten bezinken. Met andere woorden, als we naar ons hart zakken en gaan denken wat echt goed voor ons is, dan komen we er beetje bij beetje. En hoe kunnen we dat doen? En wel, die laatste weken heb ik vooral beseft dat er één heel simpele vraag is die mij enorm heeft geholpen om authentieke beslissingen te nemen. En als er iets is wat ik graag heb dat jullie vandaag meenemen, zijn het deze drie woorden. Dient het mij? Ik heb vandaag de keuze en het voorrecht om mij die vraag te stellen. Dient het mij? Dient het mij dat ik die onverzadigbare honger heb, constant naar meer kennis, naar meer te willen? Dient het mij dat ik altijd maar beschikbaar ben voor iedereen, nog voordat ik beschikbaar ben voor mezelf? En dient het mij dat ik erbij moest neervallen en op de grond moest gaan liggen, omdat ik mijn eigen grenzen niet beschermde en dat ik ze ook niet zag? Wat zijn jullie patronen? Wat halen jullie daaruit? En waar zitten jullie valkuilen, jullie monsters die jullie tegenhouden? Wat jij doet, met wie je omgaat en waar jij je kostbare energie en tijd in steekt, stel jij je regelmatig genoeg de vraag: dient het mij? Dank je wel.